Hi Ram, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 38. En dat is van maandag 20 september tot en met zondag 26 september. Dan de kaart schudt om te kijken wat deze week voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof deze week een week is waarin je tevreden de week begint, maar toch ook kiest om even wat tijd voor jezelf te nemen. Ik heb het idee dat je behoefte hebt om echt even wat afstand te nemen van situaties. Dat wil niet zeggen dat je er niet meer tevreden over bent, maar het lijkt gewoon alsof je behoefte hebt om tijd voor jezelf te nemen, om over dingen na te denken en misschien zelfs ook echt wel bepaalde dingen achter je te gaan laten. Ik heb niet het idee dat het meteen hele definitieve beslissingen kunnen gaan worden. Het kan heel goed mee te maken hebben dat je bijvoorbeeld even wat tijd voor jezelf nodig hebt of een bepaalde situatie niet helemaal opgelost krijgt en dat je daarom eigenlijk juist wat afstand gaat nemen zodat je er op een andere manier naar kan gaan kijken en dat je dat eigenlijk dus later weer op gaat pakken. Dat kan natuurlijk over een situatie zijn, dat kunnen over personen zijn, maar ik heb het idee dat je dus deze week gewoon echt wat kiest voor je eigen geluk om daar even wat mee te gaan doen en dat lijkt je gewoon heel veel rust te gaan geven. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.